Hey allemaal, met Jens en Merle. Wij wouden even een filmpje maken over stress. Vooral omdat dat in de opbouw naar een wedstrijd heel groot is. En een beetje hoe wij ermee omgaan. Dus hoe het voor ons eruit ziet is, wij hebben altijd bijvoorbeeld een wereldbeker in China. En dan gaan wij ongeveer 1,5 week van tevoren gaan we daar al naartoe om aan de jetlag te wennen en om aan ijs te wennen. En wat wij samen doen is, wij zijn altijd roomies, noemen wij dat. En hebben we altijd wel een PlayStation mee. En dan gaan wij eigenlijk in de week opbouwen, zijn we eigenlijk heel veel aan het gamen. Dus ja, we worden wakker en dan gaan we trainen of een rondje buiten lopen. Het is maar net wanneer we ijs hebben. En eigenlijk in de tussentijd zijn wij aan het gamen om ons hoofd eigenlijk een beetje uit de sfeer van schaatsen en waar de echte focus op ligt te krijgen. En op die manier blijven we heel erg chill en is het niet constant die focus op schaatsen. Ook doen we tijdens de wedstrijd zelf vaak een koptelefoon op en luisteren naar muziek. Zodat als je niet echt net voor je rit bent, dat je gewoon even in je eigen wereldje komt. Zodat je nog weer iets meer kan ontspannen. Ja, en ik doe het vooral, een voorbeeld is bij de warming-up. Eigenlijk zodra ik het hotel verlaat om naar de baan toe te gaan, heb ik al mijn koptelefoon op. Noise cancelling, keiharde rapmuziek op heb ik om gewoon even helemaal pamp te worden en mezelf klaar te maken voor de wedstrijd. Ja, en s'avonds ook gewoon na de wedstrijd proberen om zoveel mogelijk dingen te doen die wij gewoon thuis doen. En dat is weer een beetje gamen of met onze ouders bellen om gewoon weer je gedachten te veranderen. En dat is een beetje hoe wij met het stress omgaan. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen. Dankjewel.